Yo, kijkers van Experience FMM, ik ben Wesley. Tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe serie hier op dit kanaal. Het is ook een gloednieuw kanaal. Op dit kanaal ga ik Football Manager Mobile video's uploaden. Vooral series zoals deze. Dat ik een bepaalde club naar succes breng. Of ik ga binnenkort waarschijnlijk ook experimentjes uploaden waarin ik experimenten ga doen. Wat zou er gebeuren als ik dit zou doen? Wat zou er gebeuren als ik dat zou doen in dit spel? Dit is je nieuws inbox scherm. Zoals je kan zien, dit is een soort van scherm waarop je kan zien wat er allemaal aan de hand is in de club. Dus het is een soort van mailtje zoals je hier kan lezen. 2017-18 Jupiler League fixture list decided. Dat is bijvoorbeeld, kun je zien tegen wie we de komende wedstrijden moeten. Het is een soort van e-mail inbox wat een echte manager zou hebben. Dus laten we maar gaan beginnen. De eerste wedstrijd tegen Jong PSV, daarna tegen Cambuur thuis, daarna Waalwijk uit op 20 augustus, 24 augustus en 1 september. Maar dat is gewoon handig om te weten. Die wedstrijd komen jullie volgende aflevering te zien. Dan gaan we even naar de opsomming. We hebben erg veel pluspuntjes aan ons team en als een minpuntje aan het, weinig minpuntjes aan het team. We zijn erg gedetermineerd, ambitieus, blablabla. Nou ja, fijn. Negatieve dingen, we zijn een van de oudste teams in de Super League. Dat klopt eigenlijk wel. We hebben weinig goede spelers op elke goede positie. Dat wil zeggen dat wij heel veel goede spelers hebben. Maar niet erg veel diepte op het gebied van goede spelers op bepaalde posities. We hebben gelimiteerde transferbedragen om uit te geven. Nou, dit is onze aangeraden opstelling. Ik ga sowieso mijn opstelling nog veranderen. Ars in de spits. Ik ga sowieso ook een nieuw spits regelen. Zoals je kan zien, Shooter Ars is gewoon erg oud. Niet heel erg goed vergeleken met de rest van het team. Zoals je kan zien, ja. Nu gaan we de tactiek doen. Ik ga mijn vleugelspeler, denk ik, ja, de vleugelspeler weer af te zetten. Dat wil zeggen dat, Van Nieuwen gaat er af. Voor Driver, want Driver is ook gewoon, Driver is van een ander niveau, gewoon echt goed. Vergeleken met Van Nieuwen is Driver echt goed. Van Nieuwen is dan niet goed. Dus ik ga Van Nieuwen als dit speler doen. Ik ga kijken wat Van Overbeek dit seizoen een beetje goed is. Of heel tegenvallen. En dan zie ik wel, ik ga Shoot uitschakelen als complete forward. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk alles gaat doen erin. Dus Target met Poetje, dat is van alles een beetje wat. Deze fur ga ik even met Klaas en dan gaat Klaas eraf voor Fabian Segarens. Fabian Segarens wordt dan een schaduwspit. Die gaat dan achter Shoot uit staan. Dan wordt deze fur een first playmaker. Die gaat dan weer ik denk dat trouwens Diemers. Dan ga ik deze vuur op die line playmaker doen en Diemers ga ik afvallende set playmaker doen. Dan hou ik Driver en Van Overbeek van de vleugelspeler. Diemers gaan we niet aanvallen. En deze vuur gaan we niet verdedigen. Mijn vleugel verdedigen zou ik gewoon zoals het is. Medeverdedigen houdt zoals het is. Dat is dat. Ik ga denk ik wel even naar die. Defense ga ik heel hoog zetten. Ik ga ze heel veel veld laten rennen. Eigenlijk een beetje actieve tackles. En gaan we buiten spel wel doen. Als aanvallend ding gaan we proberen als vleugelspeler Van Overbeek en Driver gaan proberen langs de fullbacks te krijgen. Dat ze langs komen en voorgeven. Dat ze de corners een beetje uitlokken. Dat ze de box inwerken zo overhandig zijn. We willen defense handen, short, passing stel handen. Ga eens even nieuw port te koop zetten. Nieuwpoort staat te koop. Oh. Nieuwpoort is gewilde go ahead. Ja, dat vind ik raar. Wacht even hoor. Als we gaan naar history. Kijk, Nieuwpoort die komt van Go Ahead Eagles. Daar hebben wij hem gratis overgenomen. En nou wil Go Ahead hem weer terug. Nou prima. Voor 300.000. En terwijl hij 190.000 waard is, een prima prijs. Jullie mogen hem hebben voor 190.000. Kevin Lucas is mijn enige speler die mij aangeraden is. 3 sterren Curt Ability, fysiek erg sterk. Prima statistieken, spits links buiten, rechts buiten. Gratis, geen club. Hij wil 4.000 per week verdienen, maar wij kunnen maar 3.400 per week betalen. Ik ga het gewoon proberen, hopen dat hij dat accepteert, zo niet hebben we pech. Nou, de wedstrijd gaat beginnen. Utrecht heeft een paar goede spelers erin. Labiat, Ayoub, Dumic. Ja, zijn een paar goede spelers. Ze spelen met een paar wissels. Ik hoop dat we dit gaan winnen. Dus laten we beginnen. Nou, eerste kans van de wedstrijd is de corner van FC Utrecht. En hij wordt weggekopt door Abena. Wij krijgen nu een corner. Driver mag hem nemen. En Shoot Art. Shoot Art kopt hem binnen. 1-0 voor tegen FC Utrecht. Door een corner. Op aangegeven van Driver tegen Shoot Arts. En Shoot Arts schiet hem binnen. Mooi goal. In de 18e minuut raar. Nieuwpoort. Nieuwpoort rent er langs. Nieuwpoort gaat hem voorgeven. En hij wordt weggekopt. We krijgen weer een corner. Driver. Driver geeft hem voor. En Van Diemen. Van Diemen schiet hem erin. In de 36e minuut maakt hij de 2-0 tegen FC Utrecht. Ongelooflijk, ik had echt verwacht dat we 4-0 afgemaakt zouden worden, maar nee. De eerste helft gaat eindigen om naar de tweede helft.
Oké, okay, saai tweede helft tot nu toe. Maar Diemers geeft nog van Diemers. Overtreding door Van de Streek. Vrij trap net buiten het 16 meter gebied mag genomen worden door Shoot Ars. Schiet en hij komt tegen de muur. De corner nemen, Drijver staat er weer klaar voor. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel corners hebben we wel niet genomen deze wedstrijd. Ja, 11. 11 corners tegen 3. Nieuwpoort naar Van Overbeek. Van Overbeek rent er langs. Geeft er voor en wordt weggekopt. Maar Braafheid legt de tackle en we mogen vrij trap nemen. Gaat genomen worden door Drijver. Misschien wel de laatste kans van de wedstrijd. Oh, Shoot Ars. We gaan even wat tactiek veranderen. Ik denk dat ik wat gewoon ingehouden spelen. En ik ga tijdrek aanzetten, denk ik. Want ik wil wel graag dat die 2-0 zo blijft. En de wedstrijd is afgelopen. De IJssel 2-0. Graafschap wit tegen FC Utrecht. Terwijl Utrecht ook nog gewoon een prima selectie had met Mark Jenok. Yassine Joep, Labiat eerder nog. De Troepees is er nog ingegaan. Ezon Braafheid. We gaan even een paar dagen verder. Maar ik ga het hierbij laten. De aankomende vriendschappelijke wedstrijden ga ik zelf simuleren. En dan zien jullie bij aflevering 2 het begin van de Jupiler League. Dus dan is de wedstrijd tegen Jong PSV. En dan hoop ik jullie volgende week, volgende video weer te zien. Tegen Jong PSV. Even kijken, tegen wie was het? Jong PSV, Cambuur en RKC. Ja, dan gaan we de wedstrijden van Den Bosch, Willem II en NAC. Ga ik zelf even simuleren, dan krijgen jullie de eindstand bij die video van te zien. En dan gaan we de wedstrijd van Jong PSV gaan we weer samen met jullie gaan we die spelen. Die van Cambuur misschien ook wel. En die van RKC, die simuleren we dan. Hoop ik jullie de volgende keer weer te zien, dan zeg ik ciao.